Welkom op mijn YouTube-kanaal voor kappers. Mijn naam is Wolfgang Petmeijer, ik ben hoofdredacteur van Top Hair en ik werk als trainer en coach in onder andere de kappersbranche. Deze keer stel ik de vraag, ben jij een echte vrije ondernemer of ben je in dienst van je eigen zaak? Ooit heb jij het besluit genomen voor jezelf te beginnen. En de vraag is, deed je dat omdat je graag als vrije ondernemer wilde werken of waren het de omstandigheden die ervoor zorgden dat je voor jezelf bent begonnen. Veel mensen dromen van een leven als een vrije ondernemer, omdat ze dan hun eigen concept kunnen verwezenlijken en hun eigen tijd zelf kunnen indelen. Misschien droomde jij ook van een vrij leven. Had jij eigen ideeën over hoe je een kapsalon tot een succesvolle zaak kon uitbouwen en kon je amper maar wachten totdat jij een ondernemer was? Had jij een visie die je wilde realiseren en wist je precies wat je moest doen om probleemoplossingen te vinden voor je ideale klanten? Als je dit kunt beamen, dan ben je waarschijnlijk een echte ondernemer. Of was het bij jou minder spectaculair en ben je gewoon voor jezelf begonnen omdat het zo uitkwam? Misschien was je al te oud en te duur om als medewerkster in een zaak te werken. Of je kon de zaak van je baas overnemen. Of was je mobiele kapster en wilde je toch liever dat je klanten naar jou toe kwamen in plaats dat jij naar hen ging? Misschien ben je per toeval of per ongeluk zelfstandige kapper geworden, maar je ziet jezelf niet als een echte ondernemer. Hoe dan ook, je hebt nu eenmaal een eigen zaak en misschien weet je niet zo goed wat je als ondernemer moet doen. Door de verleden 3 lockdowns leven kleine zelfstandigen in een moeilijke periode. Het is gewoon echt zo. Misschien wil je best veranderen om meer grip te krijgen op je eigen zaak, maar je durft het niet. Of je weet niet waar je moet beginnen. Het kan dat je best bereid bent om als een echte ondernemer te denken en te handelen, maar je weet niet zo goed hoe dat moet. Ja, natuurlijk kan ik je daarbij helpen. En stap voor stap uitleggen wat je moet doen om als zelfstandige te kappen, een succesvolle kapperondernemer te worden. En, wat belangrijk is, een vrije ondernemer. Want wat ik daarmee bedoel is, vrij. Je bent pas een vrije ondernemer als je in vrijheid kiest wat jij met je tijd doet. En met wie je wil werken en welke klanten dat je wilt hebben en welke medewerkers dat je wilt hebben. Pas dan ben je een vrije ondernemer. Maar ja. Misschien wil je meer en beter aan het stuur van het schip staan en dat stuur vast in handen hebben. Het gaat dus ook over het DNA van je zaak. Over je smoel, over je zakelijke smoel. Let vooral eens ook op je kosten. Stel dat jij de behandelingen in je zaak om de 30 minuten plant, dan ben je waarschijnlijk een kapsalon met lage tarieven. Binnen 30 minuten kun je niet veel meer dan wassen, knippen, feunen. En misschien ga je niet eens het haar van je klanten wassen. In dit onderste segment heb je veel klanten nodig en moet je hard werken. Hoe meer werkuren je maakt, hoe hoger is je omzet en hopelijk ook je rendement. Omdat je prijzen laag zijn, moet je oppassen dat je niet onder de kostprijs werkt. Als je prijzen lager zijn dan je kosten, kun je zelf met nog harder werken nog steeds geen geld verdienen. Let ook op je service. In dit segment moet je opletten dat je service niet te uitgebreid is. Want hoe meer service je hebt, hoe meer kosten dat je krijgt. Neem bijvoorbeeld het kopje koffie wat je in elke kapperszaak krijgt. De materiaalkosten van een kop koffie liggen misschien rond de 40 cent. Maar vergeet niet dat je koffie eerst moet zetten, vervolgens naar de klanten brengen en later weer moet opruimen en afwassen. Als je ervan uitgaat dat 1 werkminuut gemiddeld in een zaak 1 euro kost, in België is het 1,30 euro, dan komen er bij elke kop koffie minimaal nog 2 euro loonkosten erbij. Sta er eens bij stil, want iemand moet ook die kosten betalen. En misschien haal je klanten op. Dat doen sommige kappers. Die halen hun klanten van thuis op. Dat is natuurlijk vanuit de menselijke beleving een waanzinnig mooi gebaar. Aan je oude en trouwens trouwe klanten. Als je hiervoor niets extra's vraagt, is deze service vanuit commercieel standpunt niet te verantwoorden.
of neem het kindertarief. Als je lage tarieven hebt en je knipt kinderen voor nog minder dan die lage tarieven, dan moet je bij elk kind dat je knipt uit je eigen broekzak bijbetalen. Ben je al geen vrije ondernemer meer. Leuk wat je daarvoor je voor de moeders van je kinderen doet, maar uit economisch zicht ben je bezig om je zaak de nek om te draaien. Dus dan ben je geen vrije ondernemer, maar in dienst van je eigen zaak. In het onderste segment ben je niet kieskeurig wie er in je zaak komt. Je knipt en kleurt iedereen die haar op zijn hoofd heeft. Van kleinkind tot grote ouders, iedereen is welkom. Je kunt ook niet van een echt concept spreken in het onderste segment, omdat het vooral gaat om snelle behandelingen voor een zeer gunstige prijs. Als je dan nog acties doet met kortingen, trek je klanten aan die vooral komen voor de kortingen en niet voor je kwaliteit. Dat zijn wederom consumenten die zo weer verdwenen zijn als ze elders een kapsalon vinden die hetzelfde doet als jij, maar die nog iets goedkoper is. Komt er nog bij dat als je vaak kortingen geeft, dat klanten denken dat je gewone prijs een leugen is en dat jij een gouden neus verdient. En de waarheid is dat veel zelfstandigen in het kappersvak minder verdienen dan hun medewerkers. Het feit is ook dat veel zelfstandige kappen minder dan het minimumloon verdienen. Daarom is het ook zo belangrijk dat je regelmatig stilstaat bij je eigen situatie. Ben ik nog een vrije ondernemer of ben ik gewoon in dienst van mijn eigen zaak? Want hard werken en een volle zaak zeggen weinig over of je daarmee ook geld verdient. Zijn er dan geen zelfstandige kappen in het onderste segment die wel geld verdienen? Ja, natuurlijk zijn die. Neem de goedkope herenkapper op de hoek die elke dag minimaal 8 uur hard werkt en om het kwartier een klant heeft. Denk maar dat dit economisch interessant is, maar wat als die goede man ziek wordt en hij geen geld over heeft om een dure arbeidsongeschiktheid af te sluiten? Of hij wordt ooit gepensioneerd en hij heeft geen pensioen afgesloten, heeft ook geen niks voor zijn oude dag aangelegd, hij heeft ook geen buffers aangelegd. Dat zijn echt schijnende gevallen, maar ze komen veel vaker voor dan je denkt. En dan zie ik dat die mensen gewoon in dienst zijn van hun eigen zaak, maar niet van de mogelijkheid gebruik maken om echt vrije ondernemers te zijn. En een vrije ondernemer, dat zijn mensen die de zaak onder controle hebben. Die zich niet laten verrassen van wat de zaak met hen doet, maar die het stuur in eigen handen nemen en de zaak daar naartoe koersen waar zij naartoe willen. Ik wens je voor volgende week heel veel wijsheid en wij zien en spreken elkaar volgende week zondag. Dag dag.